Nou, Sasse Donkers, welkom. Het nieuwe jaar voor iedereen, de beste wensen. Mooi carnavalsjaar. En we beginnen vanavond CEO. En bij CEO, de Tonnenzotters. Nou ja, de applicatie was bij Oranje Zwart, omdat het hier niet gehouden kon worden. Maar gelukkig zijn we hier bij CEO om weer een mooie avond mee te gaan maken tijdens de receptie. Kijk eens, onze jonge dame staat er hier ook nog. Onze nieuwe aanwinst van Sasse en Donker. Ga je foto's maken? Ja, ik ga foto's maken vandaag. Voor jezelf? Ja, nee, ook voor de anderen. Want ik moet vandaag een groepsfoto maken van de hoogheden van dit jaar. Kijk, dat gaat lukken. Ja, ik ga mijn best doen met fotograferen. Oké, okay. We gaan zo naar binnen. En trouwens, we hebben vandaag geen Gert. Nee. Daar kun je ook niet bij hebben. We hebben Herman weer. Ja. Herman, ook de beste wensen, je vriend. En we gaan weer een mooi jaar tegemoet. Kijk, zullen we naar binnen gaan, Herman? Of denk je van lul nog even wat door? Nee hoor, gaan we gewoon lekker naar binnen. Goed zo, okay. Zullen we naar binnen gaan? We zo, het is echt heel koud. Zo warm, zo koud, zo warm is ook niet. Nou, gaan we eens kijken. Hey Pieter! Ook de beste mensen, jongen. Ja. Nou, voor mij zijn ze hier allemaal. Alles is. Het is toch druk, Herman, maar voor mij zitten ze allemaal in de zaal. We gaan eens even kijken. Goedenavond. Goedenavond. U komt voor. Sasse Donk TV zijn wij. Oké. Okay. Dus we gaan even een paar opnametjes maken. Ja, prima. Ja, is ja. Alles vol? Alles is goed vol. Goed zo. Ja. Nou, gaan we eens even kijken. Ja. Fijne avond en. En werk ze? Ja, nou, we drukken zo even aan de kant. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel hè. Hoogheid. Goedenavond. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Ja? Dit duurt alleen extra heel lang. Hoe voelt het? Kijk, een keer rond. We moeten naar binnen. We moeten naar binnen. Nou, wij willen ook naar binnen. We gaan zo mee. Hoppakee. En iedereen, we sluiten aan. En daar komen de kladdegadders. Ga maar door, de rij is nog lang niet, het houdt niet op en dan gaat maar door. Bij de Tonnenzotters, hoe gezellig kan het zijn. Jaren vastlid van Carnavalsvereniging de Tonnenzotters.
bij de voorzitter. Een alleskunner en allesdoender. En net ook nog weer een soort onderscheiding gehad. Of een, wat zal ik zeggen? Een onderscheiding. Onderscheiding. Ja, toch? Absoluut, ja. Eerst Ronald van Hatten. En ik moet eerst, voordat ik verder ga, de opkomst van deze avond is mij gigantisch. Hoe zal ik het zeggen? Dat was echt top. Goed, dankjewel. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Want we proberen wat. En dat is misschien anders dan gewend zijn. We hebben geprobeerd om het feliciteren van de hoogheden wat in elkaar te drukken. Niet dat ellenlange blijven lullen. Maar gewoon met z'n allen één grote sliert opkomen in de grote feestzaal. En ja, zo snel mogelijk feest maken. Wij liepen er tussenin, hè. Want ik heb bewust tegen hem al gezegd van, wij lopen mee. Geef mij de microfoon maar. Ja. En ik kom een groep uit Arnhem. Ja, nou, klopt. Dus ook, ja, de Patriotten. Patriotten, ja. Nou goed, dan heb je van wie zijn jullie? En zo even, hoppakee. Goed, misschien gaat het allemaal mee in wat uitgezonden gaat worden. Ja. Maar in ieder geval voor jou, Tonnesotters, hoe lang zit je hier? Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben begonnen als hoogheid. Ik werd gevraagd door Rudy en door Sebastiaan. Dat was in 2013, meen ik. Batsen. Heb jij Batsen gezien? Ja, hij was weer te laat, hè? Hij was weer te laat, of niet? Nee, voor ons niet. Nee, echt zonder Hein. Hij was netjes, heeft zich netjes aan de opdracht gehouden. Hij moest het leiden in het kleine zaaltje. Okay. Dat was een stressmoment, want het liep natuurlijk eventjes uit. En de eerste, of de derde artiest, die moest op een bepaald tijdstip moest die beginnen. En dat heeft Sebastiaan echt netjes in de kiem gesmoord. En echt chapeau, dik op. Mag ik nog één dingetje zeggen? Ja. Gert. Ja, dit mis je natuurlijk wel, hè. Dan kun je wel lekker met je kont daar ergens in de zon liggen. Maar in zo'n feestavond van de Tonnesotters, beetje jammer, Gert. Sorry. Daar kan ik er niet meer bij aansluiten, Gert. Sorry, maatje. Maar goed, wij redden ons. En we hebben ons visitekaartje al lang neergelegd. Ja, voor mij is het natuurlijk ook allemaal nieuw. Ja, maar gaat en ik vind het super leuk om dit van heel dichtbij mee te mogen maken. En met steun en toeverlaten, zeg man. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik heb ook met Gert samengewerkt. Sorry Gert. Herman, toppie. Ja, maar natuurlijk ook. Hè. Dankjewel voor alle opnames die altijd gemaakt worden. Ook dat wordt gewaardeerd. Lieve mensen, we gaan naar huis. Ik heb Batsen, ik heb mijn biertje nog niet op, maar die ga ik even opmaken. Ik zet hem even hier neer.